Oh, er kwam zand uit. Nou, bij mij vooral een hoop vieze lucht. Nou, dat hij is mijn man. Dat is sowieso natuurlijk de ster in mijn leven. Nee joh, ja, maar ik bedoel mezelf de ster in dit programma. Nee, ik denk dat we gewoon een heel goed duo zijn. Maar als ik er één moet noemen, want ik dacht dat de spelregels waren van dit programma. Ja, ik hou me nooit aan de regels, dat weet ik. Heb je ook mij? Ik ben Thijs de ster. Ja, ja. Ja. Dit was het. Hij is het meest romantisch. Ja, hij komt met bloemen thuis en denkt aan trouwdagen en plant romantische weekendjes. Ja, ja, nee, dat kan ik echt zonder twijfel. Dat, ja, nee, dat is goed. Heeft hij meer betekend voor de jouw carrière? Hoezo? Nou, ik draai er langer mee. Ik was al op televisie, dus het was leuker om er samen over te praten. Om te zeggen, nou, als je dat nou gaat doen en dat. Denk ik, zo kijk ik. Ik was natuurlijk al op tv voordat jij begon. Ja. Maar ja, goed, ik heb hem uiteindelijk natuurlijk bij FBS binnengehaald. Oh ja, dat is zo. Ik zou niet zeggen, jij hebt daar die mensen gemaakt. Ja, maar ja, zij waren er heel erg tegen, maar ik moet een lul als brug van. En uiteindelijk zeiden ze, nou oké, okay, laten we dan maar komen. Ja, dat is wel zo. Je hebt er toch niks voor gedaan, hè? Nou, dan Renate. Oh, dan zeg ik het weer hard op. Ja, dat ligt aan de act natuurlijk, hè? Nou, in mijn wereld zou jij winnen. Oké, die van mij zou jij ook winnen.